denk dat de match goed begon. We kwamen snel op voorsprong, wat ideaal is in zo'n matchje. Daarna kroppen misschien iets te fel terug, maar gaven zo goed als geen kansen weg. En dan valt de ene bal toch binnen. Langs de ene kant misschien vermijdbaar. We staan met voldoende in de 16. De voorzet komt en hij kopt er wel fantastisch goed binnen. Wat dat waarschijnlijk nog 100 keer mag proberen en 99 keer gaan mislukken. Maar het is nu eenmaal zo. En dan wordt de match eigenlijk gewoon totaal anders. Ik denk dat we de tweede helft dat de bal aan beide kanten kon binnenvallen. Bij ons valt de bal op de paal en bij u gaat de bal binnen. En dan blijf je hier met 0 punten achter en dat is heel teleurstellend voor ons. Ja, naar Monaco was iedereen in de wolken natuurlijk. Hè. Maar ja, de Belgische competitie is een andere competitie. Dus dan is het aan ons om direct die knop om te draaien om hier vandaag terug te staan. Hè. Dus daarom is het extra jammer dat we eigenlijk die glansprestatie aan Monaco nu geen extra kracht kunnen bijzetten door hier vanavond te winnen natuurlijk. Er zijn veel matchen geweest op korte tijd. Dus vooral fysiek en mentaal, beide. Dat het wel eens goed kan doen om even rust te hebben. Sommigen hebben ook nationaal ploeg. Dus het is belangrijk voor even terug op te laden en naar Zulte toe te werken.